Digital Transformation op Nieuw Business Radio. Met trendwatcher en gadgetoloog Vincent Everts. Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Digital Transformation. Het programma over radicale digitale innovaties. Met wekelijks ondernemende studiogasten. En aandacht voor nieuwe technologieën en gadgets die ons leven gaan veranderen. En deze uitzending is mogelijk gemaakt door Mobigity, Creating What's Next. En daar gaan we vandaag ook verder over praten wat die allemaal doen in dit leven. Vandaag staat de uitzending in het licht van Silicon Valley. En het ontwikkelen van digitale producten en design wat daarvoor nodig is. En bij mij in de studio is de gast van Radio 1, Roy Heerkens, rapporteur voor KRO en CFV. En Roy, is Silicon Valley de machtigste regio ter wereld qua kennis, macht en geld? Ik denk het wel op het moment, ja. Ja, je bent er een week geweest en daar gaan we zo meteen met Roy over praten. Over het wonen en werken in Silicon Valley, de rol van de Nederlanders en wat we van de Valley kunnen leren. In mijn studio zit ook creative director van Mobigity, David Pavlovic. Pavlovic. Ja, Pavlov. Ja, wat een mooie naam. Ja. En David, wat is nou eigenlijk, hoe ben je bij Mobigity terechtgekomen? Ik was op zoek naar een partij die alleen maar software maakt en niet designt. Omdat ik een irritatie had. Ik werkte in de reclameindustrie en ik moest uren bijhouden. En het software werkte niet zoals ik het wilde. Dus het was gewoon using business enterprise software sucks. Het was gewoon lelijk. Ja. En ik dacht, ik wil dat mooier maken. Dus ik ben bij Mobigity aan de slag gegaan met mijn bedrijf. Als ik run een design team. Oké, hartstikke mooi. De rol van design in de nieuwe technologische producten die we allemaal gaan gebruiken. En mijn sidekick is Paul Piebinga, managing director van Mobigity. Heb je weer leuk nieuws uit China vandaag? Paul? Ja, ik heb heel leuk nieuws uit China. Beetje verkouden. Nou ja, laat ik klein beginnen. Je weet dat er in China ook apps zijn waar je een taxi mee kunt bestellen. Nu is voor oude mensen, voor oma en opa, kunnen de kinderen de app zo configureren dat er 4 grote buttons op staan. Thuis, kleinkind 1, kleinkind 2 en kleinkind 3. Heerlijk. En de taxi brengt je erheen. En de app rekent af. Daar komen we zo meteen op terug. En dat was Stereo. Dit was Stereo van John Legend. Bij mij in de studio zit op het ogenblik Roy Heerkens, reporter van KRO en CV. En Roy, jij bent een weekje naar Silicon Valley geweest. En het aardige aan jou vind ik dat jij gewoon geweldige reportages maakt over alle soorten mogelijke onderwerpen. Of het nou over jeugdzorg gaat, over scheidingen, over gezondheidszorg. Wat doe jij gedurende een jaar op Radio 1 bij de KRO? Wat voor onderwerpen behandel je allemaal? Nou ja, dat soort onderwerpen. Algemeen verslaggever. Dus we hebben in die zin een grote vrijheid van onderwerpkeuze. Alles wat mij interesseert, daar verdiep ik me in. En maak ik reportages over. Ja, en dat is dan de nummer 1 talkzender van Nederland. Met het geweldigst mooiste marktaandeel. Ik geloof 7 keer zoveel als BNR Nieuwsradio. Ja. Hoeveel mensen werken er bij Radio 1? Ja, alle redacties samen weet ik niet, maar ik schat denk ik 100 mensen. Ja, dus en dan inderdaad, het gemiddelde volk is wel inderdaad 50 jaar of ouder, hè, geloof ik. Het is een vergrijzende zender inderdaad, de luisteraars. Ja. Dus er wordt wel van alles aan gedaan om de jongeren te trekken, maar dat is lastig, hè? Nou, heel mooi. En ik ontmoette jou en jij zei, vertel me eens, wat kan ik nou zien in Silicon Valley? En je bent geen technoloog. En ik vond het wel interessant dat gewoon een journalist, die gaat dan, ja, met een open vizier gaat hij naar Silicon Valley. Je hebt met mij gesproken als voorbereiding. Met wie heb je nog meer gesproken? Nou, Jurie van Geest bijvoorbeeld, hè? Ook op aanraden van jou. Van tevoren gebeld met wat mensen. Artikelen gelezen. Ja. En dan moet ik mezelf eigenlijk in een weekje tijd moet ik me voorbereiden op zo'n trip. Ja, en dan hoeveel dagen ben je erheen gegaan? Een weekje. Van zaterdag tot vrijdag. Afspraken gemaakt. Opgenomen. En ondertussen al monteren. Ja, nou, hartstikke mooi. Dus dat heb je gedaan. Je hebt je voorbereid. Je bent heen gegaan net na nieuwjaar, geloof ik. Hè? Van wat was de periode? Ja, van 9 tot 15 januari. Ja, dus 7 dagen. Nou, en nu ben je dus teruggekomen met een indruk van Silicon Valley. Nou, laten we eerst even beginnen met die indruk. Is dat nou de meest interessante regio van de wereld die het leven van ons allemaal gaat veranderen?
Ja, dat was in ieder geval wel het uitgangspunt waarom ik daar graag heen wilde. En ik denk dat ik daar ook wel in bevestigd ben. Ik denk dat veel gebieden waar wij allemaal mee te maken krijgen, dat Silicon Valley daar op een of andere manier een belangrijke rol in speelt. Of het nu gaat om mobiliteit of gezondheidszorg of dat soort zaken. Mm-hmm. Daar ja, vindt op dat kleine grondgebiedje, zeg maar, onder San Francisco, vindt gewoon heel veel innovatie plaats. Ja. Die ervoor zorgt dat ons leven op tal van terreinen ingrijpend gaat veranderen. En daar ben ik, denk ik wel, daar ben ik in bevestigd. Daar ben je in bevestigd. Ja, die hype is waar. Die is waar, ja. En laten we even kijken van eerst, waar ben je allemaal geweest, zeg maar, in die 7 dagen? Ik ben bij Google geweest, Tesla geweest, consulaat geweest, waar KPN een avond organiseerde, waar allerlei start-ups hun product aan het pitchen waren. Ik ben bij Pitch Nights geweest, ik ben bij virtual reality bedrijven geweest, 3D printing, Pitch Night, Internet of Things. Een keur aan Nederlandse ondernemersdag gesproken. En dat allemaal in één weekje gepropt. Nou, laten we even gaan luisteren. Er zitten daar leuke Nederlandse ondernemers. Een van de bekendste is Arthur van Dof, founder van Yond. En hij praat over het verschil van het ondernemersklimaat tussen Silicon Valley en Nederland. Ja, totaal anders. Het is hier, er is hier veel meer risicohoudend kapitaal. En er zijn hier toch veel meer ondernemers die ook risico durven te nemen. En daardoor creëer je een klimaat waardoor je allerlei leuke technologische start-ups kan beginnen. En dat is in Nederland niet altijd even makkelijk. Nee, dat kun je wel zeggen. En Arthur van het Hof, dames en heren. Een van de ontwikkelaars van Java in Sun, die dat eigenlijk daarmee is begonnen. En hij heeft nu 100 miljoen opgehaald, geloof ik, over virtual reality films. Hij heeft er zelf een mooie camera gemaakt. Ja. En die man is daar als een vis in het water, hè? Ja, als een vis in het water, inderdaad. En wat hij ook zegt, 100 miljoen opgehaald, strategische partners verzameld, Disney, dat soort bedrijven. En wat hij zegt, heel anders dan in Nederland, waar je als bedrijf vaak geld moet lenen. Daar investeren mensen in je bedrijf. En dat is een hele andere dynamiek. Samen wil je daar het beste bedrijf van maken. Ja. Dus het is niet alleen maar de rente incasseren van de lening, maar samen ook vaak gebruik maken van de know-how van die investeerders. Investeerders zijn ook vaak zelf al bijvoorbeeld binnengelopen omdat ze iets goeds hebben bedacht. Hebben ook kennis van hoe je iets in de markt zet. En dat is nog allemaal geen garantie op succes. Maar het is wel meer een proces van samen dingen willen veranderen of willen bereiken. Bakken met geld. Veel geld. Geweldige grote partners die meteen onder handbereik zijn, waardoor je gewoon meteen de wereld kunt veroveren als je in staat bent om de goede technologie te pakken. En dan ook nog slimme, briljante mensen die al eerder gewoon miljarden bedrijven hebben gestart. Nou, en het momentum hebt. Dat is ook nog belangrijk. Ja. En dan nog steeds, hè? Wordt ieder bedrijf daar een succes? Nou, daar is ook onderzoek naar gedaan. 9 van de 10 start-ups mislukt. En van die succesvolle start-ups groeit 1 op de 200, geloof ik, uit tot een bedrijf dat een omzet gaat genereren van meer dan 10 miljoen. Dus dat is die kans, die is niet groot. Ja, 1 op de 200. Dus 1 op de 20.000, zeg maar. Of normaal 10%. Ja. Dus 1 op de 2.000 bedrijven, die wordt groter dan 10 miljoen. Dus het grootste gedeelte blijft gewoon klein of verdwijnt gewoon van de aarde. Dus dat is inderdaad echt... Paul, wat een verschrikkelijk, wat een darwinistisch systeem, hè? Ja, falen is oké, maar net niet falen, dat lijkt me zo pijnlijk, hè? Ja, dat is inderdaad. Maar als je het niet geprobeerd hebt... En het is ook oké om te falen, geloof ik, hè? Ja. Dat is... Dat is wat mensen mij inderdaad ook vertelden. Ook investeerders willen graag dat je al een paar keer gefaald hebt. Ik bedoel, dat staat daar niet slecht op je cv. In Nederland kijken mensen dan toch, als je 3 keer failliet bent gegaan, van ja, weet je, moet ik daar wel mee in zee gaan? 3 keer? 1 keer failliet? Moet ik nog mee met je? Ja. Daar worden mislukkingen meer nog omarmd. Sterker nog, ik heb ook van start-ups begrepen van ja, je moet dat ze met investeerders praten. En ze eigenlijk eisten dat ze een paar keer mislukt waren. Want ja, zo'n investeerder zegt, ja, ik wil niet dat je een beginneling bent met mijn geld.
Dan ga je alle beginnersfouten maken met het geld dat ik in jou investeer. Ja, nou laten we eens even kijken naar funding. Tweede onderwerp, hè? Want bakken met geld. Dus Arthur is daar een goed voordeel van, 100 miljoen. Maar vandaag, gisteren hoorde ik van... kennen jullie allemaal het bedrijfje Magic Leap? Nee. Ja. Nou, hij dan wel. Dat is een bedrijf zonder enige... Dus David zegt, die kent het. Wat is het, David? Ze vertellen niet wat ze doen, behalve dat ze de magie terug de wereld in willen brengen. Dus het gaat over augmented reality. Dus, ja, augmented reality en virtual reality. Ja. En dit bedrijf heeft nog nooit een euro omzet gedraaid. En dat kreeg net 750 miljoen dollar funding. En dat was dan hebben ze nu totaal 1,6 miljard gekregen. Ze zijn nu 4,5 miljard waard. En Alibaba was de grootste funding, Paul. Loopt Alibaba met een grote pot met geld, Paul, rond om op een gegeven moment te funden in Amerikaanse bedrijven? Ja, zeker. Ze zitten in een aantal grote Amerikaanse ventures. Maar deze had ik zelf nog niet gehoord. Nee, dat is echt ongelooflijk. Nou, laten we even gaan kijken. Er is een pitch night, daar ben je bij geweest. En daar is Vincent van der Pol, startup Grom, over pitch night funding. Wij maken 3D geprinte producten voor de massa. En wij bieden die producten aan via retailers. Retailers zoals Mediamarkt en Coolblue in Nederland. En Walmart in de Verenigde Staten. Ja, en als je hier gewoon met een goed verhaal zo'n event binnenloopt, dan heb je ook gewoon binnen een week, dan moet je wel een goed verhaal hebben, maar dan heb je ook gewoon binnen een week 2,5, 5 ton. Gewoon puur op een idee. Geen traction, geen sales, maar echt een supergoed idee. Als jij nu kan bedenken, en van die mensen zijn er niet zoveel, wat er nu Uber, de nieuwe Facebook, de nieuwe Google wordt, de nieuwe Snapchat. Ja, dan kan je op zo'n event als vandaag, en daarom komt iedereen hier ook, ja, kan je gewoon weglopen met een pak geld. Nee, die Vincent van der Pol en die start-up Grom. Is hij weggelopen met geld? Ja, zij hebben volgens mij wel een miljoen of, een miljoen of zes of zo opgehaald. Niet ja. zoveel, nee. Ja. Maar ja, nou ja, het is wel veel geld, maar ik wil zeggen... In Nederland als je is dat... zeker. Ja, ja, maar als je dat dan weer met Arthur van Hof vergelijkt, dan is het weer wat minder. Maar nee, tuurlijk, veel geld. Ja, ja, maar die Arthur van Hof heeft al een hele hoop van die start-ups gedaan. Ja. En die heeft laten zien wat hij doet en wat hij ook gaat doen. Dan is het al gewoon is het al een succes. Hè? Maar je zag daar wel voor iedereen die funding krijgt, zijn er 1000 partijen die geen funding krijgen. Het is echt heel vreselijk. Ja, ja, nee, dat is het. En ook wel het gevaar vertellen mensen mij van overwaardering soms, hoor, voor start-ups en partijen. Ja. Ja. Ja, dat is inderdaad waar. Nou, maar wat gebeurt er nadat je funding hebt ontvangen daar, zeg maar? Wat is dan de trend? Nou ja, dan begint het eigenlijk pas. Er was een van de Nederlandse start-ups, DataFox, Bastiaan, mij vertelde. Het eerste wat hij mij zei toen ik hem ontmoette, ik zeg, hoe gaat het? Hij zegt, ja, het is als een hamstertje in het rad. Ja. Het is gewoon blijven lopen. En continu het gevaar op de loer van concurrenten die je inhalen. Enorme slag om goed personeel aan je bedrijf te verbinden. En ook continu de dreiging dat ze weer weglopen naar andere bedrijven die weer een briljant of goed idee hebben. Dus het is hard werken daar. Even wat aandacht voor degene die falen. Dag, even een fragmentje. Wij maken 3D geprinte producten voor de massa. What ends up happening is that everyone talks about the successes and the successful companies coming out of Silicon Valley. But within Silicon Valley, some of the companies that are most celebrated are the ones who fail. Because if you are a person who has gone through failure, you learn from that failure and you keep going. And so sometimes either other entrepreneurs or venture capitalists, they don't want to know necessarily just what your successes are. They also want to know what your failures are. Yeah, this is that. Wij vieren gewoon failure. Als je niet failure op je cv hebt... Ja, ja. Nou, en dit is dus een vriend van Elon Musk. Aha. Die natuurlijk ook met zijn vermogen, wat hij met PayPal verdiend heeft, eigenlijk gewoon een enorme gok genomen heeft. Nu heel succesvol met Tesla en met SpaceX wat wisselende. Maar ik wil zeggen wel iemand die risico neemt. En dat zit ook heel erg in dat Amerikaanse systeem wel. Dat is wel leuk, die PayPal-maffia. Dus iedereen die gewoon ooit in PayPal heeft geïnvesteerd. Dat is echt een groepje mensen die hebben een hoop geld verdiend. Ze zijn bijna allemaal miljonair, miljardair geworden. Miljonair hoor. In ieder geval miljonair. Ja. Want ze hebben 1,6 miljard, de PayPal-maffia heeft 1,6 miljard gekregen.
Ja. Maar die zitten overal en die investeren dus nu in Facebook. Dus de Pieter YouTube. Thiel, geloof ik. Hè? Ja, Pieter Thiel. Ben je op de koffie geweest bij Pieter Thiel? Nee, heb ik niet gesproken. Oh. Jammer genoeg. Ja. Maar ja, wel inderdaad de eerste investeerder in Facebook. Maar ook YouTube komt eruit voort. LinkedIn. Dat soort bedrijven allemaal uit voortbestaan. Uber, Airbnb, allemaal met geld wat begonnen is bij PayPal en Mafia. Dus, ja, die eBay heeft daar nog goed werk verricht eigenlijk. En er zijn altijd een paar van die startups. Je had ook vroeger had je een, zeg maar, waar Intel uit voortgekomen is. Dat waren transistor manufacturers. De hardware business is ook zo begonnen. En daarna is de software business eigenlijk begonnen met PayPal. Dus dat is hartstikke leuk. Het nadeel van die ratrace, dat ging over. Dat heeft ook nog gewoon nadelen. Daar hebben we ook nog even een onderwerpje over. Last year, 4 students from Palo Alto High School took their own lives within a 6-month span. And then another suicide cluster took place in 2009 when 4 students from Gun High in Palo Alto killed themselves also within 6 months. Palo Alto's suicide rate is up to 5 times the national average. Dus een beetje competitie daar. Maar ja. Er zijn ook mensen die daar gewoon ten onder aan gaan. Hè, die zelfmoord plegen. Ja, er zijn 2 zelfmoordgolven geweest op een middelbare school in Palo Alto. Gun High School. De eerste in 2009. 5 leerlingen van die middelbare school kort achter elkaar pleken zelfmoord. Heel ironisch genoeg ook door voor de trein te springen van de treinverbinding tussen San Francisco en Silicon Valley, Palo Alto. Mm. En dus vorig jaar weer 3 studenten die binnen een half jaar achter elkaar, ja, in kort tijd bestek zelfmoord plegen. Ja. Wat geweten wordt, en ik heb met een professor gesproken, psychologie die erbij geroepen is, die gemeenschap, want het is maar een kleine gemeenschap, Palo Alto, die de gemeenschap geholpen heeft, begeleid heeft naar zo'n tragische gebeurtenis. En het wordt ook geweten gewoon aan de competitie. Ik bedoel, het zijn allemaal de kinderen van bedrijven, van mensen die bij Microsoft werken, die bij Google werken, die grote functies hebben. Al die kinderen zitten bij elkaar in de klas. Willen allemaal graag naar Stanford of naar een andere goede universiteit. Ja. Is het hoge cijfer niet? Nee. Gewoon, is iedereen ernstig teleurgesteld en die drift die zit erin. Ja. Heb je dan nog dingen gezien die je zegt van daar moeten wij in Nederland iets mee? Want dat moeten wij overnemen van Silicon Valley. En dat is ook mogelijk. Nou ja, ik denk die waardering van mislukkingen daar zeker eentje van is. Ja, ik denk dat we daar wel wat van. Daar leer je van. Ja, jij gaat nu zo meteen terug naar Radio 1. En jij gaat nadenken over de toekomst. Wat voor ideeën neem je van Silicon Valley mee voor de toekomst van Radio 1? Nou, daar ga ik zo hard over nadenken zo meteen op de fiets. Ja, en bij alle verschillende soorten media. Echt, in ieder geval ook zorgen dat jouw eigen uitzendingen, die kunnen we via Twitter volgen. Hè? Dus dat is apenstaartje. Roy Heerkens. Ja, daar zijn de links te vinden van jouw rapportages. Want die zijn echt heel erg leuk. Kun je ze ook nog makkelijk op radio1.nl nee, vinden? Nee, dat is nog niet goed. Laat ik me vertellen. Ja. Door jou. Dus. Ik vind het wel geweldig hoe jij de juiste kandidaat hebt gevonden in die korte tijd. Hoe je al die bezoeken hebt gedaan. En ook die rapportages zijn echt de moeite waard. Alleen via Twitter zeg maar te vinden. Apenstaartje Roy, R-O-Y, Heerkens. Hartstikke bedankt voor je komst en succes met de reorganisatie van Radio 1. Ja, dat was 7 Years van Lucas Graham. En we gaan verder met de kolom van Paul Piminga. Maar voordat we dat doen, gaan we even naar een vriendin van hem in China. En dat is Sherry Lan. Wie is Sherry Lan, Paul? Ja, dus ik was een keer in China om toespraak te geven op een innovatieconferentie. En toen was er iemand mijn VIP-guide en dat was Sherry Lan. Zij vertelde me dat ze 75 scripties had geschreven. Ik zei, dat was wel erg veel. Ja, zei ze, die schrijf ik voor andere mensen. En toen dacht ik van, misschien kunnen we ook wel research voor mij doen. Oké, let's talk to Sherry Lan. Sherry, yeah? Hello. Hello. Hi, nice to see you. I love your dress full of flowers and you look cheerful and enthusiastic. I hear from Paul that you're really good in writing papers for other people. Oh, thank you. So you were hired by students in the Western world to write professional papers. But that's fantastic. That's a fantastic business to start with. How did you get into that? Yes, I did that
last year, but now I do not do that any longer. No, you're very professional, and you're helping. You're the ears and the eyes for Paul, PBH for Mobigity in China. Mm-hmm. And can you tell me? We heard that there was a fantastic new feature on WeChat. What was that feature? WeChat had a new feature where you with photos. Yes. Last week, the WeChat tested the new function. We can post blurred pictures on the friend circle. Mm-hmm. And if your friends want to see your picture, they need to give you some money. Forbidden photos. You could publish forbidden photos. And did you do that? Did you do that yourself too, Sherry? Did you publish a number of pictures on WeChat? Yes. But they're now. So can I still pay for them, or are they gone now? No. Now you cannot. You cannot pay for that pictures. You do not know. Whether I lie or not, because all the pictures were deleted. They were all deleted, yeah. How many people used that? How many pictures were published? According to the data from WeChat, 18 million users posted pictures during that 3 hours. 3 hours, 18 million pictures, and pay for the pictures. Yes. God, I wish I could have paid for your pictures. That would have been very interesting. Okay. Hey, and what is WeChat? Is that really important for you? Are there a lot of functions in WeChat which you use every day, Cherry? Yes, of course. It is the most popular social media apps in China. Yes. And what can you do with it except for chatting? What other things can I do there? Besides chatting, we can pay by WeChat Pay, WeChat Wallet. You can pay and you can make phone calls, and it's really the center of the world. I can also do some small business on WeChat, open a small shop, online shop on WeChat. A small shop. Well, thank you very much, Cherry. That is really wonderful. We're going to see you back in the program a lot of times because you're providing Paul with all the interesting information. And we hope to see you in the program live when you come visiting over here to the Netherlands, because we love to have you here. Then you can meet all the students you wrote all these professional papers for. Bye-bye. Yes. Bye-bye. Slatjem. Ja, Paul. Echt... Papers, ze schreef papers gewoon voor studenten. Ja, echt. Het is heel netjes dat ze de antwoord op geven. Want het is natuurlijk wel een beetje raar, maar er zijn heel veel Chinese studenten in Amerika die hun huiswerk in China laten doen. Maar ja, als je er zo eentje vindt die dat doet en die dat goed doet, want ze kregen ook niet betaald als iemand geen voldoende kreeg. Ja. Nou, Bakash, die is ook een trendwatcher, die zegt ook, hij heeft 20 mensen in India en die lezen alle rapporten en die kijken alles samen, vatten alles samen, maken slides. En gewoon het moderne uitbesteden van de kenniswerken. Dat is wel echt dat is interessant. Nou, wat heeft zij eigenlijk deze week voor jou samengevat? Behalve dus die WeChat-functies. 18 miljoen foto's in drie uur. Ongelooflijk. Ja, het is ongelooflijk. Als er iets gebeurt, gebeurt het ook goed. Nou, er zijn nog drie andere dingen. Eén is wat ik net al vertelde over die app voor oude mensen. Dat ze heel simpel door een taxi opgehaald kunnen worden. Het andere ding is, ze hebben nu een appje waarbij als je iemand belt, het telefoonnummer wordt veranderd, zodat je niet teruggebeld kan worden. Dat is misschien in China anders. Hier kan je een nummer niet meezenden. Maar daar hebben ze een appje voor gemaakt om meer privacy te krijgen, want er was wat gedoe met taxichauffeurs. Kan ik een willekeurig nummer erin typen? Dat is natuurlijk wel leuk, want vroeger deed ik dat. Dan kon ik gewoon typen op internet en dan kon ik vanuit 06 nummer. En dan kon ik het 06 nummer nemen van Bill Gates of zo. Dan dachten al die mensen als je belde dat het dan, die kinderen dat jij hem...
dat het jouw nummer was. Hetzelfde dat je met e-mail natuurlijk ook kunt doen. Je kunt ook zeggen van een e-mail van Bill Gates. Dit is een spoofing. Op dit moment is het een random nummer, maar als ik het doorgeef, weet ik zeker dat het volgende week kan. Ja, leuk. Het laatste is, vorige week hadden we het over, twee weken geleden hadden we het over Taobao die 500 miljoen yuan investeerde om de boeren meer op e-commerce te krijgen. Een week later vertelde ik 6 pakjesleveranciers 24 uur delivery in China garandeerde. En nu vertel ik dat Jingdong, dat is dus die partij die dat allemaal coördineert, het een drone service delivery op het platteland aan het testen is. Om de last mile issue op te lossen. Oké, dus wat Amazon ook eigenlijk aan het testen is, maar wat heel erg met regelgeving problemen heeft. Ja, ik vind het in Amerika. Anders, in Amerika kun je zeg maar ongeveer 40% van de bevolking binnen 20 minuten bereiken met een drone. En dat is dus in China nu ook aan de gang. Die zullen misschien iets minder last hebben van de regels. Ja, want dat, zo werkt dat daar natuurlijk met centraal geleide overheid. Als zij daar vinden dat het een goed idee is, dan is met de regels verder niet geen issue. Dat is echt gewoon van dingen. Ja. Zijn ze nou daar verder, heb je de indruk? Want als je nu hoorde van Roy, die vertelde over Silicon Valley en over de bedragen die daar geïnvesteerd worden. En dan Alibaba, die komt dan 750 miljoen investeren daarin. Zijn ze verder nu in China met het praktische leven? Ik denk dat dat investeringsklimaat zoals in Amerika is, heb je nergens. Dus dat risico nemen, dat gedrag heb je niet. In China heb je wel vooral dingen anders. Dus het is interessant om naar China te kijken, omdat ze daar met de technologie andere dingen doen. En als ze iets ontdekken, is het meteen op een enorme schaal. Ik geloof niet dat ondernemersklimaat en het entrepreneurklimaat daar beter is. Maar ik geloof dat het zeer de moeite waard is om maar een oogje in het zeil te houden. Ja, de hoeveelheid geld die daar is. Want Alibaba investeert dus even 750 miljoen in een Amerikaanse start-up. Ja. Hoeveel geld is daar? Dat weet ik niet, maar ontzettend veel. Ik weet echt niet hoe ik zou het moeten bedenken. Maar dat zou ik niet. Ze hebben een enorm overschot op de handelsbalans. Dus de accumuleert daar honderden, duizenden miljarden euro's. Ja, ik weet wel dat Xi Jinping, de minister of de baas van China, die heeft gezegd twee in industrieën waarin China moet gaan domineren. Eén is creative industry, gek genoeg. En de andere, en dat is een hele uitdaging voor China, denk ik. En de andere is digital. Dus daar wordt erg zwaar in geïnvesteerd. En ook als Ali, ik weet niet hoe ver de overheid in die dingen zit, maar als de overheid het niet wil, kan het niet, dat soort dingen. Nee, dat is waar. Dus dat was vroeger in Nederland ook heel erg belangrijk, maar op dit ogenblik volgt de overheid gewoon netjes wat de industrie eigenlijk wil. Maar we doen in maart ga ik naar Shanghai en dan doen we even een uitzending live vanuit Shanghai. Ja, in maart. Leuk. Ik ga lekker eind februari ga ik naar Barcelona en dan ga jij naar Shanghai. Ik wil nog eventjes, dus dankjewel Paul. We komen zo meteen weer bij je terug. Even mijn gadget van de week. Jingle. Google is opgericht door Larry Page en Sergey Brin. Het bedrijf telt zo'n 54.000 werknemers en het hoofdkantoor is hier. Die mag weg. Hey, ik bedoelde eigenlijk, ik dacht dat ik een jingle zou krijgen. Dat was even van de gadget van de week jingle. Maar dat maakt niet uit. Ik wilde even gaan praten. Vorige week heb ik mijn Nest thermostaat geïnstalleerd en mijn koolmonoxidemeter. En nu heb ik uitgeprobeerd mijn Nest Cam. Nou, we weten allemaal dat YouTube is nog steeds de grootste videosite ter wereld. Daar wordt nu 300-400 uur per minuut wordt geüpload. Maar eentje die groter is dan YouTube is Nest Cam. En dat zijn gewoon eigenlijk een webcammetje wat je neerzet. Je configureert het met wifi. En die gaat gewoon 24 uur per dag, 7 dagen de week gaat die video streamen. En kan je huis doen, je huiskamer. Een vriend van mij heeft er 4. Ik heb er maar eentje in mijn huiskamer. En ik kan dus 24 uur per dag, 7 dagen per week, kan ik meekijken in mijn kamer. Even luisteren hoe dat eruit ziet. Meet Nest Cam. You can set it up and connect it to Wi-Fi in less than a minute. And see your home in beautiful high-definition video. You'll get an alert if there's motion or sound. And you can talk back. Henry! Bad boy! Off! En zo werkt het dus. Nou, dat doe ik niet met mijn vrouw, maar het staat nu in de huiskamer. Elke keer als er iemand de huiskamer binnenkomt, of het nou de hond is, of mijn kinderen, of mijn vrouw, dan krijg ik in HD-kwaliteit, krijg ik echt dat te zien. Ik kan helemaal inzoomen. Ik kan gewoon teruggaan 7 dagen in de week. Ja, en zo'n dingetje kost een paar honderd euro en dan een paar euro per maand voor de dienst. Dus ja, dat is echt de allergrootste streaming video wereld, zeg maar, die er is. En ik moet zeggen van,
Ik heb het nu als testje opgehangen. We gaan binnenkort praten over de privacy-ervaring van mijn vrouw en mijn kinderen. Maar ik kan het in ieder geval op de tuin zetten. En dan kan ik alles goed in de gaten houden en ook een alert krijgen. Dus is dat ook, heb jij ook van die dingen zitten, Paul? Ik heb het niet. Nee. Ik zit te denken, zijn er ook mensen die dat delen? Ja, nou, volgens mij is het helemaal niet zo makkelijk om het te delen. Okay. Ik kan wel mijn account geven, maar dan kun je ook mijn thermostaat bedienen. Dan kun je ook inderdaad mijn brandalarm zien. Dan kun je mijn historie doen. Ik moet nog eens kijken of dat openbaar is. Of ik die stream kan delen. Want ja, uiteraard kun je er gewoon kun je het wel naar buiten zetten. Maar dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik vind het wel een heel goed idee hoor, om zoiets te hebben. Om gewoon, als je er niet thuis bent, niet zozeer om te weten wat je familieleden doen. Maar vooral als er geen familieleden zijn die in je huis zijn. Ja, maar dus inderdaad, op dit ogenblik heb ik dat dus geïnstalleerd. Maar die camera die registreert dus ook gewoon als zij met haar vriendinnen aan het praten is. Ja. En ik kan meeluisteren. Dus hoe, weet je wel, enerzijds wil je dat natuurlijk vooral voor de veiligheid doen, maar zij moet het op een heel makkelijke manier moeten kunnen uitschakelen, want ze moet zich wel veilig voelen in haar eigen huis. En als ik dat gewoon weer publiceer. Ja, dat is freaky. Ja, dat is weer freaky. En ze was ook weer heel boos op me dat ik weer de thermostaat had veranderd en weer allerlei andere dingen. Ja, ons huis zit altijd vol met in beweging met allemaal nieuwe gadgetspullen. Vincent, ik kan me voorstellen, bij jou komt dat niet voor, maar in mijn geval is een ruzie met je vrouw. En dat je vrouw zegt, nee, maar jij zei dit. Ik zeg, wacht even, we draaien even terug en dan kijken we wat ik exact zei. Yeah. Nou, mijn vrouw herinnert zich alles en ik niet. Dus ik zou die camera eigenlijk wel nodig hebben. Dus dat was mijn gadget van de week. De Guest Nest Security Cam. Prachtig beeld, heel makkelijk te monteren en ja, dus de allergrootste videosource van de wereld op het internet op dit ogenblik. We komen na de muziek, komen we terug bij studiogast David Pavlovic, creative director bij Mobigity en de enige die eigenlijk wist wat die 750 miljoen investeringen eigenlijk betekende van en waarom ze nou daar zonder 1 euro omzet al gewoon 4,6 miljard voor betalen. Na de muziek gaan we verder. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversation. Ja, dat was A Riptide van Vance Joy. We zijn hier bij Digital Transformation en god, we hebben Silicon Valley gehad. Dus laten we nu eens even gaan kijken wat wij hier in Nederland en in Europa ermee kunnen doen. Mijn gast is David Pavlovic, Creative Director bij Mobigity. Hallo. En hartstikke leuk dat je er bent, David, want we hebben je hulp echt nodig. We hebben zoveel technologie die zo langzamerhand onze wereld binnenkomt. En ja, je kunt nog ineens. Tegenwoordig kunnen mensen niet begrijpen gewoon niet hoe iets werkt. He, bijvoorbeeld een drieweggesprek met een telefoontje. Dat je met z'n drieën kunt praten. He, dat weten mensen nog ineens. Dat komt er eigenlijk door een gebrek aan design, toch? Onder andere. Maar voordat we met design kunnen beginnen, hebben we eerst een idee nodig. Kijk, er is heel veel technologie, zoals je zegt. En om het relevant te maken, moet je het op een relevante manier bij elkaar proberen te brengen. Ik droom nog steeds van de dag dat mijn airfryer thuis niet aangaat als ik niet genoeg heb hardgelopen. Dat hij gewoon tegen me zegt van David, je mag geen bitterballen braden. Bekijk het maar. Ja, dus dat je dingen met elkaar verbindt. En op een andere manier bijvoorbeeld diabetespatiënten een koeler geeft, een scheerapparaat. Die koelt naarmate je suikergehalte dus te hoog zijn waardoor je huid gevoelig is. Dus alles is al bedacht. Iets slimmer. Iets meer met mij samenwerken en dat soort dingen. Maar, ja, maar op een relevante manier. Voorbeeld, omdat we net voor hebben gesproken in de auto. En toen heb jij je eerste drieweggesprek, zeg maar, van je ervaren, ja. Mijn eerste trio. Dat is heel oude techniek. En toch is het, toch wordt het gewoon, de meeste mensen, weten jullie dat? Als je degene die luisteren, als je met iemand belt, dat je met één op de knop iemand anders kan bellen en dan toe kan voegen, dat je met z'n drieën belt. Heel handig. Het kan ook en met meer, zag ik. Hè? Je kan er met meer mensen erin. Je kan er gewoon met 10. Ja, met 10 ook. Ja. Met 5. Nou, ik geloof dat de meeste netwerken beperken het tot 5. Ja. Maar het kan wel jammer. Maar het is een hele handige functie en niemand gebruikt het. Dus, en überhaupt, alle gadgets en apparaten die we hebben, meestal gebruik je maar 10%. Absoluut, maar je vergeet dat je kan niet communiceren. Kijk, als je vanuit de technologie vertrekt, we hebben 20 jaar de focus gehad om alles te laten werken. Ja. Nu werkt alles, maar nu moeten we ook gaan nadenken, hoe kan het werken voor de mens? Dus we moeten de mens ook betrekken in het ontwerpproces van technologie. Kijk, een stoel die een punt heeft, daar ga je niet op zitten. Dus er wordt nagedacht over ergonomie. Yeah. Er wordt nagedacht over de mens. Hè. We hebben het wel eens over user-centered design. Dat gaat nu pas op een serieuze manier worden toegepast op digitale
productontwerp. Omdat, laten we daar eens even over gaan praten. Ja. Maar eerst even terug naar jou. Van, jij bent dus een designer. Wat is jouw achtergrond? Waar ben je begonnen? Schilderen. Ik heb de kunstacademie gedaan. Autonome kunsten. Ik ben in de reclame beland met toeval. Omdat ik ideeën kon bedenken. Heb ik heel lang gewerkt. Moest ik mijn uren gaan bijhouden. Ik begreep niet hoe het systeem werkt. Ik had nog nooit zoiets lelijks gezien. Ik dacht van ja, op mijn werk ben ik ook consument. Hè? Waarom krijg ik nu niet de Pinterest ervaring als ik mijn uren invul? Of de Facebook ervaring? Of de iPhone ervaring? Toen dacht ik, wat zou er eens gebeuren als ik wat art directors, creatieve mensen, kunstenaars, filmmakers vraag om na te denken over software en business software. Mm. Bedrijf begonnen die eigenlijk corporates hielp. Corporate therapy deden we. Dus je zat helemaal vast. Je wist niet waar je moest beginnen. Dan ging jaar was dit? Dit was in 2009. Waren we dit bedrijf begonnen. En in 2012 kwam Ubiquity langs. Ja, wij maken enterprise software. Ik zei precies. Het is ook heel lelijk wat je maakt. Ja, daarom hebben we jou nodig. En toen zijn we eigenlijk aan de gang gegaan om inderdaad het design aspect toe te voegen aan het ontwikkelen van software. Weet je? Want het moet wel met mensen werken. En de mens moet leidend zijn en de software moet volgen. Het ja, en dames en heren. Even. Enterprise software is zo lelijk. Ja, ik heb nog nooit zoiets lelijks gezien. Man, gewoon uit je ogen. Als je ziet hoe de miljoenen kenniswerkers daar zitten te worstelen. Met de meest afgrijzelijke mijn afdeling waar ik toen werkte. Ik had een groep van 8 creatieven. En wij deden samen digital concepting in een advertising agency. En wij waren van de week waren wij een dag bezig om onze uren erin te stoppen. Ja. Terwijl je het ook gewoon met je stem kan doen. Maar dat is niet alleen maar gewoon. Als je ziet van bijvoorbeeld, ik noem het even SAP of ja. Oracle. Nou, die pakketten zelf. Ik durf daar niet naar te kijken. Die zijn al ongelooflijk lelijk, ja. Vaak. Hè, dat zit al weinig design in. En dan heb je het over echt miljardenbedrijven. Maar dan bouwen ze nog allemaal maatwerk erin. Mm-hmm. Waardoor het nog veel meer onmogelijk is om te gebruiken. Klopt. En lelijk is niet erg. Oh. Lelijk is een mening. Maar het moet gewoon werken. Kijk, design gaat ook om hoe dingen werken. Ja, want dus je bent niet van noodzakelijk was van het mooie. Het hoeft niet mooi te zijn. Het moet gewoon werken. Ik moet gewoon, als ik een arts ben. En ik ben bezig met de patiënt en de software die ik gebruik. Die moet gewoon zijn ding doen. Of dat nou paars, groen, geel of rood is. Maakt niet uit. Als ik maar gewoon met at a glance, zeggen we altijd in ons design team. At a glance moet ik het begrijpen. Dus met één blik begrijp ik wat ik moet doen. Dat moet software doen. Ja, het moet mijn ervaring verrijken. Mijn menselijke ervaring verrijken. Ja, ja je bent schilder dus. Hè, van huis uit. Kunstacademie. Ja. Maar je gebruikt nog heel veel kleuren. In het op een gegeven moment dingen duidelijk maken. Eigenlijk komt alles voort uit tekenen. Ja, kleuren, vormen, perspectieven. Ik heb de iPad Pro op trilstand aan. We horen hier een enorm apparaat. We zitten hier van buiten. Zit hier ik word opgehaald door mijn iPad. Ja, maar ik trek je niks van aan. Hey, maar hoe gebruik jij nu kleuren bijvoorbeeld om apparaten beter te laten werken? Of dat medische apparaat vertelde je? Ja, bijvoorbeeld. Hè, je krijgt een ultrasound. Je gaat een echo maken. Je gaat met ultrasound in iemands borst kijken. Om te kijken of er een tumor is bijvoorbeeld. Dat gebeurt met zwart-wit. Mm-hmm. Toen zat ik ernaar te kijken. Ik denk van ja, maar waarom kan dit niet met kleur? Want die arts die dus die ultrasound doet, kan helemaal niet goed zien waar de tumor precies zit. Kunnen we dan niet met kleuren eigenlijk helpen? En dan heb ik inspiratie gehaald van Frank Stella en Solle Witte. Dat zijn kunstenaars die heel erg met kleur bezig waren te communiceren. Kunnen we daar geen inspiratie uit halen om software zo te maken dat je eigenlijk door naar te kijken dat het direct communiceert. Door kleurlagen toe te voegen. En dat is inderdaad gelukt. En daar ben ik trots op dat kan. Weet ja, je? Dus je hebt echt gewoon, het is gewoon praktisch om kunstenaars echt iets te laten doen. Ja. Meestal kijken we naar kunstenaars, denken we, wat zijn toch leuke mensen? Ja. Wat hebben ze toch leuke ideeën? Maar ze zijn zo weinig praktisch. Maar jij bent dus als kunstenaar, heb je geprobeerd om echt praktisch iets toe te voegen aan softwareontwikkeling? Ja, eigenlijk wel, want als je lang genoeg kijkt, is alles abstract. Kijk, of ik nou op een doek moet schilderen of op een scherm. Mm-hmm. Kijk, ik ben getraind om beeld te maken. En te kiezen wat het allerbelangrijkste is. En dat achter elkaar te zetten. Een verhaal mee te communiceren. Bijvoorbeeld voor Weight Watchers. Je werd ons gevraagd om een app te maken. En toen zei ik, ja, we moeten eerst een verhaal maken. We moeten eerst een verhaal vertellen. Er moet een storyline in. Er moet een concept komen. Over waarom ik die app zou gaan gebruiken. En het concept van die app was uiteindelijk treat yourself better. En dat is de belofte die de app je geeft. En daaromheen hebben we de software gemaakt. Het gaat nu zelfs zover dat de app je belt. Dus dan krijg je gewoon een telefoongesprek van de Weight Watchers app die aan jou vraagt, wat heb je vandaag gegeten? Omdat we erachter kwamen dat niemand zelfstandig zijn voedsel in de app stopt. Hè? Het trekken van voedsel, zoals LiveSum bijvoorbeeld, kost heel veel moeite, heel veel energie. Ja. Ja, kunnen ik wil niet een bellen. Foto maken. Ik wil eigenlijk graag dat een foto ook, maken. Ja, ook. Dan maar dat vonden mensen grote moeite. Maar we bellen je op het juiste moment. Dus we weten als je 70 km per uur gaat, dan zit je in de auto. Dan kan ik je misschien even bellen. Dus we houden je context in de gaten en dan reageren we op prikkels. En dat doen we net zo lang totdat we erachter komen welke prikkels jij het beste reageert. Ja, dus, kunnen ook de apps
Jij vindt de foto mooi, de ander vindt het handig om te bellen. Dan kunnen apps zich op jou laten aanpassen. Niet door instellingen, maar gewoon door dat de app ziet waar je het best op reageert. Oh, wat heerlijk. Je maakt het eigenlijk simpel voor mij. Je maakt het onzichtbaar. En heb je dan kunstenaars voor nodig om dat soort dingen te verzinnen? Want dan dacht ik dat daar user interface designers voor waren. Dat zijn ook kunstenaars. Oh, dat zijn ook kunstenaars. Het is hoe je het noemt. Kijk, je bent creatief en artistiek als je iets maakt. Jij ook. Als je jezelf aankleedt, kleur jij jezelf in. Het is maar hoe je naar dingen kijkt. Ja, kleur is inderdaad hartstikke belangrijk. Dus de Weight Watchers, het gebruik van kleuren bij medische apparaten. Heb je nog een andere voorbeeld van dat je zegt van dat heb ik inderdaad echt met design toege... Ja, bijvoorbeeld Ralph Lauren, hè? De Apple Watch kwam. En ik ging hem halen. Nou, ik kreeg hem van Paul. En ik denk van, wat een kutapparaat. Ik kan er helemaal geen fuck mee. Vond ik ook. Ja, het voegde niks toe. Nee, ik heb hem niet meer om. Nee, ik heb hem ook eigenlijk al 3 weken niet meer aangehad. Nee. En nu heb ik hem gegeven aan iedereen die mijn Apple Watch wil lenen. Ja. Stuur me even alsjeblieft, een tweetje. Ja, neem hem. Dan mag je hem gewoon weer een week hebben. Want ik wil iedereen laten zien dat ding echt gewoon niet nuttig is. En toch hebben wij hem weten te verbinden aan iets waardoor die nuttig wordt. Oh. Voor Ralph Lauren. Voor Ralph Lauren. Nee, je bent in een winkel en je gaat iets passen en je bent alleen, want ik heb geen vrienden. Nee. En ik neem een gele jurk, want ik draag ook wel eens jurken. Dat kan ook namelijk. En ik doe die jurk aan en ik denk van, nee, het past niet. En dan moet ik me weer helemaal aankleden, die winkel in. Dus wij dachten, kunnen we niet een tablet in een winkel hangen, dat ik gewoon op een knop kan drukken, dat een medewerker op haar Apple Watch een berichtje krijgt, paskamer 4 wilt een XXL in plaats van een XL. Ja. Ja, dat is een signaleringsfunctie. Ja. En ook als je binnenkomt, dan heb je dus mijn telefoon en dan weet die winkel dat ik binnen en dan zegt die mevrouw achter erbij, hallo David. Oh, wat leuk. Je, dus, waardoor je de mensen slimmer maakt. Hè? Deze eerst met Apple Glass, dat was een beetje overdreven. Maar dat is idioot. Maar met Apple Watch is het echt heel makkelijk. Maar wat ik dan wil is, David, als jij in een pashokje staat en een XXL bestelt, dat je dan de Weight Watchers met de mededeling, volgens mij heb je niet eerlijk geweest over je lunch. Hey, wie zei mijn telefoon gaat, ik zie. Nou, we even weer over Apple Watch lekker zitten klagen. Wat ben jij, Paul, heb jij nog een andere mening over Apple Watch? Of zitten we nog te wachten? Nee, voor mij is Apple Watch een heel handig apparaat. Want ik zeg altijd tegen iedereen, er komt technologie op de markt zonder dat we weten waar het voor is. En dan laat ik het voorbeeld meteen zien. Hmm. Ja. Maar we hebben dus een invulling gevonden die gewoon goed werkt. Ja, hij kan natuurlijk echt heel veel. En het is heel mooi. Hè? Zo'n medewerker die heeft dan zo'n mooi Apple Watch aan in de seizoenskleuren van Ralph Lauren. En kijkt en krijgt de informatie die ze nodig heeft. Zonder... Ja. Maar dat is wel hoe het nu werkt met technologie. Je krijgt de spullen en je moet ze gebruiken als palet van kleurpotloden en dan zien we wel. Het gebruik en iets nieuws creëren. Nou, ik moet ook zeggen, die Apple Watch, ik denk ook dat het nuttig kan worden. Nee, hij doet het gewoon nog niet nuttig, maar hij moet gewoon... Er moet nog versie 2. Ben jij wel eens je sleutels kwijt? Ja, nou ja, dat soort dingen. Waarom kan ik mijn huisdeur niet meer openen? Of mijn auto? Of dat soort dingen. Of mee betalen? Dan zou het handig worden. Ja. Het kan wel, maar dan kom je bij het volgende punt. Is de mens er klaar voor? Kijk, er is heel veel technologie en er is van alles bedacht. En de data is er ook allemaal al. Maar de mens durft nog niet echt zichzelf volledig over te geven aan die technologie. Oh. Dus en moet die mens dat doen? Jullie kunnen die systemen smart maken door precies te weten wat we zijn en waar we zijn en wat we doen. En die mens moet alleen maar even zijn data gewoon daar aan jullie te geven. En dan gaan jullie voor je klanten leuke oplossingen bouwen. Is dat vertrouwen ook zo? Zou dat een goed vertrouwen zijn? Ja, we zijn human-centered en niet client-centered. Dus we zouden iets maken wat de mens verder helpt. En we zijn niet geïnteresseerd in wat je naam is en waar je bent geboren. En wat je kind en met wie je verbonden bent. En wie je, dat interesseert ons niet. Het gaat erom als jij ons de mogelijkheid geeft. Hè, dus de stad slimmer maken bijvoorbeeld. Hè. Stel je voor dat ik een op mijn Apple Watch een melding krijg wanneer ik de stad uit mag. Zodat ik niet in de file sta. Hmm. Weet je, waarom zou ik dat niet dan mijn data geven? Wij zijn wel eens aan het filosoferen over... Het probleem met privacy is dat mensen te veel van jou weten. Dat is geen goed gevoel. Net over die Next denk ik, dat is toch wel misschien... Maar weet je, wat als jij het niet bent? Ja. En we zouden mogelijkheden moeten zoeken om te zeggen... Nou, weet je, je hebt een persona. Dat is, ik ben Paul en ik heb nog 3 identiteiten. En deze identiteit is voor aanbiedingen van de supermarkten. Ja. En dan heb ik een stukje afstand. Mijn identiteit waar ik mee bankier, dat ben ik echt zelf. Dus als je die gelaagdheid in die privacy zou kunnen brengen... Zou er meer value... Naar het individu kunnen gaan. We hadden het over disposable identities. Weet je. Ik was heel erg geïnspireerd geraakt door de film Mr. Nobody. Een man die zei, ik kan meerdere levens tegelijkertijd leven. Ik hoef niet te kiezen. Ik kan meerdere mensen tegelijkertijd zijn.
Dat kan. Ja. Ja, dus. Het leek me inderdaad, als ik kan kiezen uit wat voor een identiteit wil ik aan mensen prijsgeven. Want ik wil graag gewoon, ik wil graag dat jullie je appjes en je diensten en je corporate informatie afstemt op mij. Zodat ik gewoon goed geholpen word. En vooral niet dat ik allerlei onzin te horen krijg waar ik toch niks mee heb. En dat zeg je. Klopt. Op een of andere manier moeten we dat exchange. Ik geef jou een stukje van mijn identiteit. En dan geef jij mij een betere ervaring. En dan geef ik weer iets meer weg. En met jou vertrouw ik misschien wel. Maar al die andere collega's of andere collega designbureaus die niet human-centered zijn, maar client-centered, die wil ik gewoon een slechte reputatie geven. Die moeten gewoon mij niet last van. Is dat een wereld waar we naartoe gaan? Meer identities en een trust-relatie met verschillende brands? Ik denk dat we menselijke relaties met elkaar aan zullen gaan. Dus de corporate zal ook op een menselijke manier met mij om moeten gaan. Waarbij je met elkaar in vertrouwen dingen deelt. Wat zijn wat is de komende jaren nog de grote uitdaging? Met design in software. Want we gaan naar de Internet of Things. De ICT gaat steeds meer. Hè? Een auto wordt steeds meer een stukje software. Wat zijn de grote uitdagingen in termen van design voor de komende jaren? Er komt steeds meer vrijheid. De wereld wordt steeds kleiner. Mensen kunnen overal naartoe. Er komen allerlei culturen dwars door elkaar heen. En ieder mens is een ander mens. Iedere binnenwereld is anders. En een interface vinden die globaal werkt. Een design zo inrichten dat, hè, wat je in Uber ziet. Ik weet niet of je het nieuwe Uber design hebben gezien. Die hebben voor ieder land een apart design gemaakt. Ja. Dus de identiteit in China en Japan. Hoe krijg je die globalisering in de user experience design van je digitale product? Ik denk dat dat een grote uitdaging zal zijn. Leuk. Per land. Oké. Okay. Ja. Dankjewel, David Pavlovic. Jij bedankt. Creative Director bij Mobigity. En hartelijk bedankt, Roy Heerkens, rapporter bij Caro NCV over Radio 1. Sidekick Paul Pimiga. Hartstikke bedankt. En ook onze Chinese gast was hartstikke leuk. Dit was Digital Transformation. Abonneer je op mijn YouTube-video's en mijn nieuwsbrief op vincentevert.nl. Daar ben je altijd op de hoogte. Tot volgende week.